Ik klink een beetje hees, want ik heb een beetje last van mijn keel, maar we gaan er gewoon lekker mee bezig. Dus ik moet even mijn Uiteraard. streaminfo bewerken, want automatisme. En zodra ik dat gedaan heb, kunnen wij voor de Grand Prix van Frankrijk. Full disclaimer, ik rijd nu met een controller, want de controller van de PS5 vind ik beter dan die van de PS4 en daar kan ik wel mee racen. Ik had geen zin om de stoel helemaal klaar te zetten. En een andere disclaimer is dat de vorige stream niet op YouTube staat, want iets met gecorrupteerde files en zo. Dus doe niks aan. David doet nog Oké, even een okay, soundcheck, geloof ik. ja. Nee, ik zet iets aan. Oh. Oh, kut, ik heb wel mijn telefoon nodig. Wat een We gingen nou taalgebruik. training 3 wel doen, hè? Training 3 gaan we doen zodat jij kan oefenen. Want er is gebleken gisteren, als je dat niet doet, dat het niet zo goed gaat. Nee, prima, jong. Kijk, en met mijn nieuwe PlayStation 5 gaan mijn laadtijden fantastisch. Dus nu ben ik op Davy aan het wachten. Oh ja, ik zit even wat te doen, sorry. Welke baan hadden we ook alweer? Frankrijk, hè? Frankrijk. Friend. Friend van Maar goed. Even kijken, zoeken. Ik zit Okay, the hier track is green in right mijn now, so take woonkamer a few van laps mijn to get the ouders. tires up to temperature. Dus het is Try allemaal and een feel your beetje way around. kut. Oh, daar heb je Ja, misschien ook kunnen weer. racen. Ja, ik heb geen geld, ik ben arm. Ik heb ook geen geld meer. Jij hebt een dikke vette baan, maat. Jij verdient heel veel doekoes. Ja, maar ik heb een PlayStation 5 gekocht. Oh Ik hoop dat jullie ja. op beeld net zoveel verschil zien tussen mijn PlayStation 4 uitzending en mijn PlayStation 5 uitzending als dat ik op mijn tv zie daartussen. Uiterst Oké. significant. Waarom eigenlijk? Nou, omdat dit er veel mooier uitziet dan op de PlayStation 4 dat eruit zag, deze. Het enige verschil wat deze dus doet, bij jou, bij mij, bij iedereen, is dat hij op 1080p 60 Hz of frames doet. Ja, maar de kwaliteit van het spel is ook beter, denk ik. Ja, dat klopt. Maar als jij, dat heb jij, dat jij hebt een 4K-tv, wat jij ziet, zien hun niet natuurlijk, dat kan niet. Ook niet als een 4K. Nee, want we zenden natuurlijk in 1K uit dan, hè? Ja, in 1K zenden we het uit. Ja. Ik denk ook niet dat je het wil, ja, tenzij je met jouw capturekaart, maar dan heb jij, zou met die capturekaart die jij hebt, zou het wel moeten kunnen, maar dat is wel een echte tering door die taalgebruik een zware belasting. Is ook niet aan te raden. Maar in principe heb je met, hoe heet het, wat je nu hebt, is gewoon al goed genoeg. En het gaat ook, ik wil niet naar beneden praten, maar het gaat ook een beetje om de content die op je scherm komt natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hoe kan je het al? Je kan onbeperkt opstaan, zeg maar. Sorry, dat verstond ik niet. Nee, ik heb even een setup aangemaakt. Ja, dat is dus wel vervelend. Die ben Die ben ik kwijt. Ik ben ook mijn save games kwijt. Want Nee, wat doe ik? Een keer knop. naar de PS5 versie kun je het niet meenemen. Ik rijd dus nu waarschijnlijk ook niet met een setup. Omdat wij sessie 1 gedaan hebben op de PS4. Hey, hoe vind jij die haptic feedback? Nou, ik moet nog heel erg wennen aan de rem vooral. Want de rem die kun je dus niet helemaal indrukken met hetzelfde gevoel, zeg maar. Rooks trouwens. Dank je. Ik hoor het. Nou, ik moet zeggen, en daar heb ik al een hele tijd. Als wij dus aan het rijden zijn, en zeker van die lange sessies, krijg ik last van mijn vingers. Nou, ik heb vanmorgen twee races gedaan. Ik vond het wel meevallen. Maar het is wel heel erg En wennen, ja.
vind ook persoonlijk dat het controle zelf te groot is. Ja, ik heb vrij grote handen in vergelijking, dus ik vind het wel meevallen, maar ik heb wel een collega, die zou het niet kunnen, denk ik. Ik heb ook een Aziatisch handje, dus ja. Alleen mijn handen zijn klein hoor. En bij de PlayStation 5 heb ik de instelling gevonden dat ik de gameplay op mijn headset heb. Dat komt toch ook bij de PlayStation 4? Ja, maar daar kon ik het niet in. Dus Oké. Ja, maar nu hoef ik niet meer te zorgen dat mijn tv-zakje staat omdat ik anders een echo heb. Dus ik hoor gewoon wat mijn auto doet. Dus als ik dan met stuur race, kan ik ook daadwerkelijk zelf schakelen. Daar word je sneller van. En ik dacht dat ze het 3D-geluid uit hadden staan, maar ik hoor wel aan welke kant ik over de curb rijd. Nou, ik merk wel verschil. We have 2 laps of fuel remaining. Maar heb jij een echte 3D-audio koptelefoon? Ja, dat weet ik niet, die zat in het pakket. Maar die gebruik ik overigens niet, want de headset die bij het pakket zat, vond jij een magere kwaliteit hebben. Ja, ik voel er niks aan. Ik heb dan nu zo'n officiële PlayStation headset. Oh, waarom doe je dit nou in je auto? Ik heb een ESI. Nooit van gehoord. Komt van de media, maar ik geef er 35 euro aan als je wat. De headset die ik bij de PlayStation heb gekregen is volgens mij een vrij cheap ass headset die een winkelwaarde heeft van 70 euro, maar hoe die aan die winkelwaarde komt, weet ik niet. Maar het gaat erom dat ik een PlayStation heb en dat is winst. Ja. Ik had nog wel even een vraag. Hè? Jij kon vanmorgen niet streamen met mij, zei je, en dan ga je Ratchet & Clank streamen. Ja, dat klopt. Ik had eigenlijk nog dingen doen. En ik moest bloed prikken en ik was nog even druk. Maar ik had een gaatje, ik denk, ja, wat ga ik nu even doen? Ik heb ook echt maar 20 minuten gestreamd. 31. Ook goed, ik dacht dat het 20 was. Sorry meneer. Nee, maar dat ik weet hoe lang jouw content duurt is gunstig, hè? Want dan kun je er vertrouwen in hebben dat ik het gezien heb. Dat is waar. Ja. Moeten elkaar steunen met kijkcijfers. Wanneer ga jij ermee beginnen met Ratchet & Clank? Nou, dat is een goede vraag, want ik heb nu natuurlijk FIFA. Voor de PlayStation 5 heb ik hem maar even opgezet. Daar zit ook een aardig verschil in met de PlayStation 4 versie. Dus tussen Formule 1 en FIFA ben ik wel even druk met spellen die ik leuk vind. En Ratchet & Clank ken ik niet, dus ik weet niet of dat leuk vind. Ik denk dat dat leuker is dan FIFA en Formule 1. Nou, van wat ik ervan gezien heb bij jou, denk ik van niet. Ja, maar. Oh! Ik doe een Davy. Nee, ik vind echt oprecht het verhaal en hoe het speelt heerlijk. Nee, ik vind FIFA tegenvallen. Het enige van mijn grote verschil is dat je poppetje moe wordt. Dat je dat ook merkt in je controle. Ja. Maar ik vind bij FIFA zit het natuurlijk in vergelijking met toen ik FIFA deed op de PlayStation 4. De nieuwe selecties en Timo Zaal is toegevoegd aan de selectie van Heerenveen. En Timo Zaal hakt natuurlijk bij Volendam in mijn voetbalmanager serie. Dus die staat in de basis. Hij is niet heel goed. Maar hij is wel heel goed in het afpakken van de bal. Dus dat is bijna gewoon Virgil van Dijk. Alleen als je mistimed, dan ben je hem ook gewoon 5 minuten kwijt in het spel. Want hij heeft een draaicirkel van een vrachtwagen. Ja, je kan niet alles hebben natuurlijk. Het enige wat ik merk is dat ik als ik race met een controller krijg last van mijn rug. Want dan ga ik altijd game mode zitten, daar ga ik voor overhangen, want dan vind ik dat dat beter gaat en dan gaat dat niet beter. En dat doet zeer.
Oké. Okay. Ja, dat slaat weer helemaal nergens op in principe, maar toch. En wat mooi is aan de PlayStation 5 is dat ik nu gewoon FIFA kan gaan spelen en binnen 2 seconden doet die wedstrijd. Ja, ja, hij is wel echt snel, hè? Ja, joh. All complete. Mechanics, please stand clear. Bij Ratchet & Clank, nou ja, goed, jij vindt het wat minder, maar hoe snel die daarin laat, dat is echt extreem. Naar andere levels toe slaat helemaal nergens op. Nou, ik heb dus met MotoGP heb ik even een vergelijking gedaan. MotoGP op de PlayStation 4 laat elke sessie opnieuw. Duurt echt 2 minuten. MotoGP op de PlayStation 5 laat 1 keer. Kun je alle sessies mee doen. Duurt een seconde of 10. Dat is onbekend. En met FIFA, de laadtijd voor de wedstrijd, zeg maar, inclusief het voorbeschouwend verhaaltje en zo, was altijd lang genoeg dat ik even een glas water kon drinken, de blaas legen en dan een nieuwe wedstrijd ging doen. En op de PlayStation 5 had ik mijn glas water dronken en ik de toiletdeur open, stond ik al 1-0 achter. Dus ja, dat is echt fantastisch. Maar nou is de grote vraag, hè? Vind jij het geld waard? Ja. Okay. Ik heb een vrij goede PC staan. Die haalt de performance van de PlayStation 5 met moeite. En zeker niet met elk spel. En die was duurder. Dus. En het grote voordeel van een console, updates of geen updates aan de console, de spellen blijven toch gemaakt voor die console, dus het werkt altijd. Mm-hmm. Bij een PC koop je in 2014 een spel en met alle updates en DLC, moet je in 2019 een nieuwe PC kopen om dat spel te kunnen blijven spelen. Dus, maar ik ben heel benieuwd naar de spellen als ze echt volledig de PlayStation 5 utiliseren. Want ik weet dat dit een andere versie is dan de 4. Ik weet dat mijn streamserie, My Team, dat ik een andere serie moet beginnen. Ik ben vanmorgen met mijn eigen My Team opnieuw begonnen, waar ik al 2 seizoenen van af had. Vind ik allemaal geen probleem. Maar je kan mij niet vertellen dat dit spel volledig gebruik maakt van de PlayStation 5. Als in essentie nee, de PlayStation 4 spel hetzelfde is. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we volgend jaar te zien krijgen. Nee, maar dat was al wat je zegt klopt. En dat was ook al bekend dat dit zeg maar nog een getweekte versie is. En dat er nog steeds dezelfde engine is. Dat er wel een nieuwe engine aankomt. Maar daarom is het bijvoorbeeld, en dan heb ik het ook over een Xbox en PlayStation zeg maar, in dit verhaal. Als je een exclusief game hebt, dus Resident Evil of zometeen Halo voor de Xbox, dat ziet er gewoon veel beter uit dan die third party troep. Want laten we heel eerlijk zijn. Nou, dat de Formule 1 van. EA is en FIFA, dat is geen vooruitgang. En ik geloof ook niet dat hoe moet ik zeggen? Het wordt volgend jaar wel beter, dat geloof ik ook helemaal zeker wat jij zegt, als hij echt voor de next gen wordt. Maar ik heb altijd het idee dat EA dus niet het maximale uit de console kan halen. Niet zoals een huisontwikkelaar van PlayStation of Sony, of Microsoft. Wat logisch is. Nee, daar ben ik volledig mee eens. Ik ben wel heel erg benieuwd naar de nieuwe Gran Turismo en ik hoop toch in mijn leven ook nog een GTA 6 mee te mogen maken. Jij bent toch helemaal geen GTA speler?
Ik heb alle GTA's gespeeld. Ik speel alleen geen GTA online, want dat ging bar. Oké. De spaarzame keren dat ik GTA online heb gespeeld, kom je online, gesnijpt. Word je herladen, gesnijpt. Word je herladen, gesnijpt. Ja, dat ook moe wel. Op welke, ik kan alleen op de rode band nou rijden, hè? Ik vind de waardeloze band, de rode band. Nou, ik vind hem lekker. Ik vind alleen mijn motorwaarde ook, die is vrij hoog. Wat ik even op wil merken, is dat de AI op de PlayStation 4 anders is dan op de PlayStation 5. Oké. Okay. Op de PlayStation. Sorry? Dat kan, dat weet ik niet. Op de PlayStation 4 deed ik de eerste race om even te wennen. In mijn My Team Save op 85% werd ik vierde mee. Ik ben nu gewend aan het spel, alleen niet aan de controle. Dus ik ben nog niet op, ik heb hem nog niet op topniveau gezet, maar ik reed nu op 95. En ik had een alternatieve strategie, dat moet ik er wel bij vertellen, maar kwalificeerde als vierde. En ik ben geëindigd als eerste. Daarna heb ik Spanje gereden, kwalificeerde ik als 15e, want ik maakte een foutje. Ik ben als derde geëindigd, wederom een alternatieve strategie, dat wel. Maar de AI volgens mij op de PlayStation 4 is moeilijker dan op de 5. Of het rijden op de 4 is moeilijker dan op de 5. Dus trouwens, ik heb de tijden niet vergeleken natuurlijk. Heb je trouwens al iets van een snel rondje neergezet qua quali-pace? Nee, ik ben al een half uur rondjes aan het rijden om schermtijd te vullen in principe. En om even aan de kijkers weer te geven hoe blij ik ben met mijn nieuwe PlayStation 5. Maar mijn beste tijd tot nu toe is een 1:30.660. Ja. Ik wou een unboxing video doen van de PlayStation 5, maar toen ik thuis kwam was de batterij van mijn telefoon bijna leeg. En ik kon niet wachten. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik had trouwens bijna, en ik denk dat ik het wel doe volgende week of zo, Spider-Man gekocht. Ja. Die zou ik ook wel willen hebben. Het kost via Marktplaats, als je een beetje opzoekt, gesuurd €35. Ja. Weet je welk spel heel goedkoop is op Marktplaats? Nou? Ratchet & Clank, want iedereen heeft het in die verrekte bundels en iemand speelt het. Ja, ik heb ook 45. Die heb ik zo gekocht via Marktplaats. Terwijl het echt wel een goed spel is hoor. Ja, dat geloof ik meteen. Ik heb hem ook gewoon geïnstalleerd en zo. Het is de enige disc die ik heb, dus dat deed hij tijdens het setup van de PlayStation. Heb jij, met die poppetjes gespeeld? God, hoe heet het nou? Met die poppetjes. Ja, die zit ook standaard op de PlayStation. Geen idee waar je het over hebt, dus het zal wel niet. Jawel, dat denk ik eigenlijk wel. Dat kan ik nou niet zien, maar ja. Dan weet je hoe je controle het beste kan gebruiken. Nee, dat heb ik niet gespeeld. Dat is echt maar aanraden. En waarom is het een aanrader? Omdat het leuk is of omdat het handig is om te weten hoe je de controle moet gebruiken? Nou, een beetje beide, maar ik vond het echt een leuk spel. Oké. Okay. Ik weet wel dat er best wat spellen
gratis te downloaden zijn omdat je een PlayStation 5 gekocht hebt. Ja, van de PlayStation 4, van die exclusieve spellen. Ja, Batman, de eerste Ratchet & Clank. Dat super is vet hoor. Ja, ik heb er ook een paar spellen opgezet. There's four laps of fuel remaining. Het voordeel van twee PlayStations, dan kan ik sommige spellen op de 4 zetten, sommige op deze houden, dan kan ik meer gamen. Farming Simulator hoef ik niet op allebei, een Farming Simulator op de 5 is geen verschil met de 4. Ik hoop wel dat we snel versie 2.0 krijgen op de PlayStation. Nou, ik ben heel benieuwd of Farming Simulator op de 5 er veel beter uitziet. Versie 2.0 interesseert me niks. Ik moet wel zeggen dat ik het vrij uniek vind dat ze ook de controller updaten. Ja. Nee, maar bij 2.0 kan je dus een eigen SSD erin zetten. Ja, dat kan nu toch ook? Ja, maar die werkt niet. Oh. Maar zo'n SSD is wel duur hoor. Als je een beetje goede wil, dan is het 200-300 euro kwijt. Ja, laat ik dat nou toevallig niet meer hebben. Maar ik heb dat denk ik ook niet nodig. Nou, ik wel, want als ik zo meteen Call of Duty weer erbij wil gaan spelen, dan is 600, wat is het, 67 gig net iets te weinig. Call of Duty is groter dan de console aan kan. Nee, dat niet, dat hoor je mij niet zeggen, maar als je dan je nog meer spellen erbij wil. Nee, maar het doet zeker bijna 150 gig vullen. Oh, zeg dat. Ja, maar goed, Gran Turismo voor de PS4 was 200 gig, 102. Ja, dat is toch best veel. Ja, nou kun je nagaan wat de nieuwe Gran Turismo wil doen. Ik probeer door te rijden op een lekker band, maar het gaat nog niet. Ik moet pitten, mijn tank is leeg. Mijn linker voorband is 89%. Jeetje. Maar ik wil weten of de damage model ook is aangepast. Want op de computer is die beter dan op de PS4, maar ik wil weten hoe goed die is op de PS5. Op de computer delamineert de band ook daadwerkelijk en op de PS4 zie je hem alleen een beetje flubberen. Ik moet nog moe gaan. Ja, ik zit nog even te denken om wat te doen van de team. Maar het moet niet lang meer duren, want ik heb nog maar 2 rondjes brandstof. That last lap was a 1:34.9. Wat wel leuk is, is dat ik dus daadwerkelijk voor de stream niet eens heel veel unieke kijkers, maar had ik het over hondkont, toch? Dat kan. Over die site waar ik de PlayStation 5 voorraad in de gaten hield. Ja. Toen kreeg ik een DM op Twitter. Dat ze dat gegoogeld hadden en dat zij ook een PlayStation 5 hebben gekocht. Ja, echt, netjes. Ja. Dus dat is winst. En jij doet best wel veel met Twitter, toch? Ja, dat valt wel mee. Ik feliciteer af en toe Lisa Verstoren en ik heb Nick de Vries gefeliciteerd. En dat was het. Ik lees wel heel veel. Nee, ik ben van Twitter afgegaan.
Ik kan ondertussen bijna niet meer insturen, zo oud zijn de banden. Maar lek gaan ze niet. En hij zit op 100%, dus meer kan toch niet. Nee, dat zou niet kunnen. Niet mogen. Ik weet niet of de instelling is die daar niet aan staat. Nee. Is bij jullie druk op het werk? Ik heb geen idee, want ik ben vandaag niet geweest. Ik heb vandaag dakpannen zitten tellen. Oh. Hey, ik heb vanmorgen een beetje gegamed en ook een dutje gedaan. Dus ook een beetje gegamed. Ben ik even weg geweest, hè, zoals het is te zijn. Een beetje meegekeken toen ik ging eten. Toen heb ik mijn bek verbrand aan het sap die uit mijn hamburger kwam lopen. Ik heb een hele mooie rode streep op mijn kin nu. En toen ben ik weer gaan gamen. Ik wou eigenlijk vanmiddag verlof hebben, maar dat wordt niet goed gekeurd. En dan kun je toch dakpannen tellen. Ja, wat moet ik anders doen? Verlof nemen. Ja, als ik dat niet krijg. Waarom krijg je het niet, als er toch niks te doen is? Nou, ik was een van de enigen die tot 6 uur was. Ah. En we waren genoeg tot 4:30. Ach joh, weet je. Makkelijk verdiend toch? Ja, dat wel. Ik zie ook dat jij de 5e tijd hebt staan, Dave. Nou, dat klopt. Ik ben aardig aan het doorrijden. Dat belooft wat. Ik ben al in de longrun bezig. Dat belooft wat. Nou, ik verneuk het toch wel weer, joh. Ik had, ik weet ook wat voor nieuwe serie ik ga doen. Ik wou dat vanavond doen, maar toen dacht ik, is leuk als ik Davy uitnodig. Dus ik heb het niet gedaan. Everyone ready? Ja, en dat is. En Ferrari Academy carrière. F2 ga je doen? Nee, ik ga wel met F2 beginnen. Maar ik had een My Team gedaan in mijn vakantie. Maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen My Team. Dus hoe leuk is het dan om nog een My Team te streamen? Nou, niet, daarom deed ik het ook niet. Dus ik ga nu gewoon een coureurscarrière doen. En dan alleen teams aangedreven door Ferrari. En dan begin ik bij Haas. Als ik dan in het kampioenschap boven bij de Alfa's ben geëindigd, dan mag ik overstappen naar Alfa. En als ik dan in het kampioenschap boven bij de Ferrari's ben geëindigd, mag ik gaan rijden voor Ferrari en dan wereldkampioen worden. Leek mij wel een leuke challenge. Toch? Ja. Jij zegt dat die rode band dan meevalt, hè? Maar ik rij nou 3 rondjes op die rode band, of misschien 4, 5. En hij is gewoon al meer dan bijna de helft op, rond de kantjes. Ja, dat is een kwestie. Ik ben vooral geïrriteerd in mijn gebrek aan mijn goede geheugen, zeg maar. Wat dan? Dit is VT3, dus we rijden met de versnellingsbak waar we mee racen. En ik rij met een controle elektronics van 90%. Dus waarschijnlijk gaat mijn versnellingsbak het nou geen 6 races volhouden. Hoewel dit race 5 is, dan kan het misschien nog net. Nou, je bent uit de top 5, Dave. Je moet even gas gaan geven. Ja, dat kan niet. Ik rijd niet met een volle tank. Oh. En wat ik zeg, mijn banden zijn gewoon echt op. Nou, ik ben ook even binnen geweest en ik heb er inderdaad geen nieuwe banden onder gelegd. Dus dat is vervelend. Voor de mensen die dit overigens dus terugkijken op YouTube, Canada, het zal niet heel anders, was dus gebeurd en hebben we dus handmatig gedaan. En toen dachten we deze race te gaan doen. Ja.
En toen werden we opeens naar de race van Canada geslingerd. Dus Davy was het goede gevoel kwijt, want die had natuurlijk 3 dagen dit spel niet aangeraakt. Die is laatste geworden. En ik heb gewonnen. Daarna hebben we om de tijd te vullen VT1 gedaan van Frankrijk. Daarom doen we nu VT3, zodat Davy het goede gevoel heeft. En de race, dus daar zijn jullie weer helemaal bij. En sorry voor het missen van de race. Maar ja, doe niks aan. Foutje, hè? Ja, ja. Het begon met een bug in het spel en daarna een bug in mijn computer. Een renderfout en hij had beide bestanden verneukt. Maar ik ben wel blij dat we dit nu gewoon zo verder kunnen doen. En dat we niet weer opnieuw hadden moeten beginnen. Ja, maar dan was ik ook gewoon gestopt. Ja, ik ook. Hey, jammer, ik had toch zo graag die bug gehad. Nee. Maar ik hoop wel dat we zo meteen, als we dit zat zijn en wat op een gegeven moment gaat gebeuren, dat we dan een keer wat anders gaan doen. Of een keer een spel wat we nog meer leuk vinden en dan niet FIFA. Ja, FIFA streamen lijkt me inderdaad vrij niet mijn ding. Maar ik kan er vast een Battlefield op zetten een keer of zo. Ja, dat. Het liefst een van de gratis PlayStation Plus games die er dan bij zit. Ja, dat is lach. Op een keer Black Ops, welke gratis was. Ja, dat bedoel ik. Zo, eens kijken hoe jij schiet. Met een aimbot of heel slecht. Het laatste schietspel die ik gedaan heb is Battlefield 1985. Ik heb op de PC vroeger heel vaak de Tweede Wereldoorlog nagespeeld in Battlefield 2 was dat geloof ik. Maar dat is wel oprecht 15 tot 20 jaar geleden. Nou, ik heb toen voor het eerst shooters gespeeld op de PC en zo. Maar ik kom daarna op de PlayStation 3. Oh, jij hebt rook. Of je remde heel hard. Nee, ik heb rook. Van? Yo, Tim. Welkom. Hallo, Tim. Mijn regelelektronica is 98% dicht. Maar dan heb je ook kans dat je dus niet gaat finishen. Nee, want ik ga dit voor de race allemaal wisselen, Davy. Als je het niet erg vindt. Mag dat wel dan? Ja, je mag het alleen na de kwalificatie niet wisselen, Dave. Oké. Okay. We hebben al meer dan een seizoen gehad en dan weet je niet wanneer je kan wisselen van motorcomponenten. Nee, volgens mij was het zo dat je na de vrije training 3 alles weer moest weer naar de. Nou ja, goed. Je doet maar. Ja, ik ben blij dat het mag van je deug. Ja. Ik moet even onthouden 130660, moet ik even opschrijven. Dan kan ik even vergelijken met de stream van gisterochtend. Wat voor tijd ik met sturen. Wat voor een pen. Oh, die liggen in de keuken. Verhip. Ja, dat niet. Ja. Waarom moet ik op jou wachten, Dave? Ik zat mijn tijden te lezen. Oh. Waarom zie je mij dit? Ik heb geen pet gezet. Oké, bedankt daarvoor. Ja, alsjeblieft. Nee, maar een engaging publiek, dat is winst. Leuk. Dus Tim die heeft bij mij, yo,
dat is goed, want dan denkt Twitch, hey, iemand is geïnteresseerd. En dus ik dacht, ik doe dat bij jou even, anders denkt Twitch dat niemand jouw stream wil zien. En dat zou niet eerlijk zijn. Dus. Ik moet nu ongeveer... Mijn controle elektronics is dus 98% en dan mag je er maar twee van. En we zitten pas in race 5. Dat is wel een sof. Maar goed, ik ben er klaar voor, Davy. En de race was nat, hè? Dat heb ik op de controle nog niet gedaan, een natte race. Voor dit muzikale intermezzo, bedankt, Davy. Oké, we gaan naar de quali, hè? Ja, ben je er klaar voor? Nee, maar het moet, hè? Moet, ja, je leeft in een vrij land, dus je moet niks in principe. Je moet belastingen betalen, dat wel. Het is een gok, wat doe jij? Hard of rood? Ik bedoel, wacht op jou. Ja, ik ga maar op rood. Tuurlijk ga je op rood, vriend. De race is nat. Sowieso rijden wij races voor 25%. Dus iedereen rijdt rood medium. In de race spin ik hier ergens als het regent. Dan weten jullie het vast. Slecht rondje alweer. PlayStation 5 geeft ook aan of de kijkers weggaan. Dat is heel deprimerend. Ga je uitzetten toch? Ja, maar de PlayStation 4 gaf alleen aan als de kijkers bijkwamen. Dat was heel motiverend. Maar ik heb dat aanstaan zodat ik de chat kan lezen. Dan kan ik namelijk op de computer jouw chat lezen. Ik ben hem kwijt. Zo jammer, hè, dat ik hem kwijt ben. Ja, inderdaad. Was jij nog nat geweest bij je wandeling of niet? Nee, allemaal kan een stukje gelopen. Goed. Ja, daar heb je dan mooi geluk gehad. Ik was zeiknat. Ik kan nog niet zo heel ver lopen en we lopen, max 2 kilometer. Ja, ik denk dat ik 5 kilometer gelopen heb of zo, maar ik was wel, ik was lichtpotter. Jee, ik heb een trofee! Pole position. Dat is wel lullig, in de PlayStation 5 versie moet je dan alle trofeeën opnieuw winnen. En Davy is in slaap gevallen, die reageert niet. Nee, ik ben chagrijnig. Nee, gezellig. Leuk, samen streamen. Zweet. Maar goed, nou ga ik weer alles... ik zou toch laatste. Toch weer alles er opnieuw opgooien. Ja. Ik ga dat denk ik op Silverstone doen, want daar kun je op zich wel inhalen. Waarom zou... even een beetje een scenario, hè? Mercedes. Huh? Ja. Ik kan toch tegen Willem zeggen, nou, als jullie elke keer een straf pakken, zeg maar, dus extra componenten gebruiken, dan hoef je niet zoveel meer te betalen, maar kunnen wij een soort van testen. Ja, dat waarom kan. Zou je dat niet doen? Ik heb geen idee waarom ze dat niet zouden doen. Oh, ik zie dat je 9 van max is het, zeg maar. Oh. Zit jij al op de max, joh? Nee. Ik zit nou op 5 of zo. Maar 9 is de max. Oké. Okay.
Nou, als je daadwerkelijk 9 motoren nodig hebt, dan gaat het wel heel hard, moet ik zeggen. Nou, DV heb gelukkig begin droog. Ja, nou, dat is ook wel wat dan... gezegd. Nee, maar oprecht. Als jij op de gele band begint, kun je doorrijden tot dat droog, tot dat gaat regenen. Ik kan dat waarschijnlijk niet. Mocht er iemand interesse hebben om het mij even te vertellen in mijn chat. Dit is de eerste stream op nieuwe console, dus ben ik goed te verstaan over de game sounds. Toch belangrijk om ook te weten natuurlijk. Oké, en we hebben de start en we zijn goed. Weg. Oh, ik heb de spiegel niet aanstaan. Oh, de ERS op de controller is niet dezelfde knop als op het stuur. Blijkt. Oh, jeur! En ik had Perez illegaal ingehaald en die pakte me niet terug, dus nu heb ik ook nog eens ernaast. Nou, wij gaan hier natuurlijk gewoon even heel simpel PRS uitremmen. Hoop ik. Oh, nou, simpel was niet, maar ja, die plek geef ik wel terug, dat is niet helemaal netjes dit. Ik reed hem vol in de zijkant, Deuk. Nou, lekker. Ik zit heel even gefocust te rijden. Ik zit op het hele snelle gedeelte naast Norris. Oh god, Perez. Welke plek rij je dan? Ik rijd P3, want mijn start was niet goed. Zoals gebruikelijk. Ik lig nu P2. Even buiten de baan geweest, maar daardoor wel meer snelheid mee kunnen nemen de bocht door. Dus dat is winst. Dat gaan we niemand vertellen natuurlijk. Nee, maar dat zien ze wel. De regen is 10 tot 15 minuten, dus met een beetje geluk, Dave, missen we hem. Dat is mooi. Wat vond jij zondag van de MotoGP? Ja, fantastisch. Alleen jammer dat Rossi het niet volhield. Ik snap dat alleen niet. Ook, Ja? Ik snap alleen niet waarom je met 3 ronden nog te gaan, zeg maar, binnenkomt voor een andere fiets, als dat een minuut duurt. Alsof jij ooit een minuut goed gaat rijden in 3 ronden. Ja, en dat je daarna weer op je bek gaat. Ja, precies, ja. Ja, Rossi die kon de snelheid niet hoog houden, dat was jammer, want die lag wel op een gegeven moment derde. Ja. Lewis. Ik zat daar toevallig. Lewis stuurt gewoon in, joh. En terecht. Nou, ik lig voor hem, dus het maakt niet uit. Hij heeft wel bruut mijn snelste rondetijd verstoord. En ik zit erover te denken een risico te nemen. Ja. Bij mijn pitstop weer naar de rode band en dan wachten tot het gaat regenen. Dat is wel heel risico, ja. Ja, een pitstop goed rijden in 10 rondjes, dat weet ik niet of ik daar capabel in ben. Zeker niet als ik dan domme dingen ga doen. En ik moet echt de ERS gaan upgraden, hoor, want dit gaat veel te snel naar beneden. Ja. Ik blijf op 4 seconden van mijn voorliggen zitten. Dat is hier op Brussel. Dat is hier.
Ja, dat is zonde. Ik rij in één rondje 2,5 seconden weg bij Loers. Netjes. Maar je ligt nog tweede? Nee, ik lig eerste. Ik weet niet, jij hebt de circuitmap ook voor aanstaan en er ligt een oranje rondje voor op. Dus. Ja, maar ik heb hem maar gedeeld aan. Niet geleden. Oké, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap. En hij is lekker stil, hè, de PlayStation. Ja, dat klopt. Te rekenen met de pro en met de gewone, ja. Fantastisch. Hij maakt wel de kamer warmer dan de 4D, maar ik ben al een koude kleur, dus in de winter veel gamen, doe ik kachel minder aan. Oh, domme! Ja, PG-18 jongens en meisjes. Ik reed er zo goed naartoe, hè? Ja, zonde. Ergens hierna krijgen we nog Oostenrijk, hè? Ja, maar godsamme. Ik rijd zo hard, ik doe zo mijn best. In Oostenrijk ga ik een penalty pakken, dus dan kun je voor mij starten. Oké, okay, wat is hier aan de hand? Die banden, jongen, die zijn zo snel rood bij mij. Zal ik nog een leuk iets vertellen? Nou, doe maar, want ik word chagrijnig. Je kan bij PostNL op de app instellen dat ze jou een bericht sturen wanneer er post komt. Dus nou hoef ik niet meer in mijn brievenbus te kijken of ik post heb. Ik krijg gewoon een bericht als het er is. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is al heel lang. Ja, ik wist dat niet, ja. Jawel. Ik kan ook zien welke envelop en zo er aankomen. Kijk, een maat van mij, die heeft dat. Maar ik had nooit de link gelegd dat ik dat dan ook kan. Dus ja, maar ik heb nu de activeringscode vandaag in de brievenbus gekregen. Dus vanaf morgen hoef ik niet meer elke dag te kijken of ik ergens een boete gekregen heb. De enige reden dat ik in de brievenbus kijk, aanmaningen van de gemeentelijke belasting en eventuele snelheidscontrole. Nee, maar ik moest dat al, of ik vond dat ik het altijd moet gebruiken voor het trekken van de pakketjes die ik stuur. Ja, precies, ja. Ja, voor post hoef jij het niet te doen, want dat pakt je moeder wel op. Ja. Ja. Maar voor naar klanten toe te sturen? Ja, tuurlijk. Is dit een cheeky plug om even de sponsor erin te gooien, of... Nee, zeker niet. Nee? Oh. Maar doe je ding. Kun jij niet een keer sponsorverhaal doen dan? Nou ja, hallo, jij mag ook werken voor je doekoes. Nee, dat is goed. Modelauto zetten. Het bedrijf voor je huur Duitse modelauto's, 1 op 18. Van Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen. En we hebben nu een exclusieve winactie met modelauto zetten. Abonneer bij Jenne, abonneer bij mij op Twitch. En modelauto zetten op Instagram. Hou je mond, horloge. Shit. Geen stream zonder dat er bij Davy wat aan gaat. Ja. En maak kans op een mooie RS6 van Minitramps. Oh jongens, ik heb het heel even te vieren fluiten. Nou, ik had dus... Ja, sorry. Dat was het bericht van de sponsor.
Ik had vanmiddag op Tinder een match met een meisje die zei, die had in haar profiel staan, als ik in een tunnel rijd en ik word ingehaald door een RS6, gaan wel even de ramen open. Dus voor de rest vond ik het niet heel veel, maar die heb ik even gelijk. En die heb ik verteld over onze winactie, maar ik heb nog niet het idee dat ze ons gefollowd heeft. Heel jammer. Maar zelfs, jij hebt het over werken voor je geld, maar zelfs op Tinder ben ik met de sponsor bezig. Dus... Ja, dat is mooi. Dat is verder wel een lief meisje op zich hoor, ze wordt ook wel gefollowd, dus dat is toch een gemiste kans. Hey, ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Het regent. Ja. Dat was het slechte nieuws, wat is je goede nieuws? Nou, dat ik steeds dichterbij kom. En dat wil nu allemaal naar binnen komen. Oh god! Sorry, geweldig. Ja. Wat ben je gespind? Nee, volgens mijn engineer, ik ben daar wel helemaal mee eens, had ik een vrij creatieve interpretatie van de race. Ik was mijn banden aan het wisselen, toen had ik even gemist dat ik al bij de chicane was. Dus ik ben vol recht doorgereden. Ik heb vrij netjes afgerend, maar ik heb wel een tijdstraf van 3 seconden nu. En als de rest nu niet naar binnen komt, dan rijden zij door voor de Intus. Dat doet de AI tegenwoordig. En dan moet ik toch weer goed gas geven straks om nog voor het Perez te komen. En dat is een teleurstellende constatering. Het regent nog niet heel hard. Nee, maar dat kan heel snel gaan in dit spel. Hè. Dat is een halve ronde en je bent gezien. Ja, maar ik durf die gok wel te nemen. Moet je nog niet doen. Waarom niet? Omdat ik nog sectortijden rijd die vrij goed zijn. Dus dan heb jij nog niet naar binnen. Ik heb een gokje nemen om niet naar binnen te gaan. Gaan we naar binnen als ik zeg dat je naar binnen moet gaan? Oké. Maar iedereen rijdt dus door op de rode band die nu waarschijnlijk helemaal op zijn. Dus ik maak wel echt gewoon 2 seconden goed in 1,5 sector. Oké, nu gaat het wel opeens veel harder. Ik zeg nog buiten blijven. Blijven. Maar jij zit achter mij op de baan, dus ik kijk wel gewoon waar jij zit of jij naar binnen moet of niet. Ja, naar binnen. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Je ziet een omslagpunt in de plasjes die op de baan zitten, zeg maar. Nu ziet het er ook echt uit als nat. En dan moet je naar binnen. Ik denk wel dat er een kleine kans is dat ik een foutje gemaakt heb. Want Perez kwam binnen, maar die gaat naar de gele band. En ik ben opgehouden omdat er een hele rits auto's langs was. Maar ik denk dat je vrij veilig naar binnen kan. Ik ga naar de auto's toe. Ja. Ja, het is echt wel Inter weer nu hoor. Zou je denken. Ja, DRS is uit, het is Inter weer. Dus Perez is letterlijk een seconde geleden naar binnen geweest voor de mediums. Tsunoda ook, Vettel ook, al dat soort mensen. Dus die gelijk naar de Inters waren gegaan. Bam. En nou moeten ze zo nog een keer naar binnen en ga ik nu heel eenvoudig buiten om bij Norris. Maar hier kun je dus zien hoe goed een overcut werkt. Hè? Want Norris, Tsunoda en Vettel hebben allemaal Hamilton gepasseerd. Omdat Hamilton vroeg naar binnen kwam. En dan achter langzaam mee AI terugkomt. Dus. Maar iedereen, ik lig nu eerst en iedereen achter mij moet nog een pitstop maken. Dus die penalty, daar zit er voor goed.
Het is 20, hè? Maar ik lig niet zo heel ver achter meer. 19 ligt. Ja, oké, ik ben net iemand voorbij gerusteld. Ja, ik zag dat toevallig. Ik heb namelijk de minimap tegenwoordig helemaal. Maar het gaat met een van de hazen lijkt inderdaad mee te vallen, Dave. Oh, nu sta ik weer in de muur. Ja, dat is jammer. Je mag geen safety car veroorzaken, want dan kan ik met mijn penalty niet hebben. Oeh, Ocon, die reed al op de Intus. Die gaat nu naar P2. Zo, lekker. Ja, hij is een thuis Grand Prix. Sainz was ook naar de Intus gegaan op dezelfde moment als ik, Giovinazzi. Die komen nu allemaal naar voren, hè. Giovinazzi ligt nu vierde voor Hamilton. Dus jouw team gaat niet zo heel goed doen hier. Nee, helaas niet. En Giovinazzi en Hamilton hebben ook gewoon echt een gat op Perez, daar word je niet goed van. Daarachter liggen Leclerc en Norris. Dus mijn team heeft voornamelijk geluk dat ik aan het winnen ben. Wel leuk om te zien dat de AI dus verschillende keuzes maakte, want Ocon kwam tegelijk binnen met Norris en Perez die naar de mediums gingen. Dat zie je niet vaak. Maar ik ben nog niet op een rondje gezet, hè? Nee, dat nog niet, maar ik heb het wel moeilijk. Ja, ik had even een momentje, maar ik ving hem op. Hoe laat moet je morgen werken? Nou, ik heb OV, dus dat is normaliter 11:30. Ik heb juist van het weekend opgeschreven dat ik van 11:30 tot 8 kom, zodat ik kan helpen met de pauzes, omdat we geen crew hebben. Ja, iets met een barbecue. Hoe lang ben je dan bij mij? Ja, een uurtje of 8. Maar dan is de barbecue vast warm voordat ik kom, dus dat wint. Nee, ik had gezegd rond 6:30, toch? Ja, dat is lastig, hè, als ik moet werken. Ja, maar ik had zelf eigenlijk ook vrij. Maar prioriteiten, dus ik heb de dag erop. Dus. En de volgende dag lekker setup, dus dat wordt één groot feest. Ik ben bijna gespind, maar ik heb hem opgevangen. Ik heb honger. Je hebt honger? Ja. Dan zou je meer moeten eten, vriend. Nou, wordt het een beetje goed weer of niet woensdag morgen? Weet ik niet, hoezo? Nou, ik bouw het liever bij mooi weer. Ja, maar ik heb genoeg afdakjes. Ja, maar goed, dan kan ik nog aan mijn kleurtje werken. Maar voor mij was het wel mooi weer. Ik heb vorig weekend voor het eerst van mijn leven compliment gekregen dat ik een gezond kleurtje heb. Je bent zo wit als ik weet niet wat. Nou, ik ben nu minder wit dan anders. En dat valt dus nou, op. In mijn ogen ben je nog steeds wit. Ja, in mijn ogen ook, maar het valt mensen dus wel op. Kijk, bruin zal ik nooit worden van de zon, dat wordt meestal rood. Maar blijkbaar wandel ik nu toch net genoeg dat het wel op gaat vallen. Je maakt het wel spannend voor jezelf. Hoezo? Zo. Jij ziet mij nu op jouw minimap al toen. Ja, ik zie het. Ja, ik ben 2 keer gespind, helaas. Nou, ik zal je zo meteen netjes voorbij laten.
Nou, we hebben nog maar één ronde, hè. Zo. Ja, jij twee, maar... Je moet wel je best blijven doen, Dave. Het zou mooi zijn als je niet op een rondje gezet wordt. Zeker niet als regen. Nou, zoals je nu merkt. Ja, de vraag is, wacht je expres of ben je gewoon niet zo snel? Een combinatie van beide. Ja. Ik heb gewoon geen grip. Ik rijd met heel weinig downforce. Nou, dat is niet handig als je weet dat gaat regenen. Ja, dat was de gok. Nou, deze ronde gaat nog vrij goed. Hier dan niet. Ik heb het in deze bocht heel moeilijk. Nou, dit is wel de bocht waar ik in de vrije training zei, nou, hier gaat het fout. Ja, ik had zelf ook een momentje. Zag het. Ik hoop alleen niet dat je nou een penalty krijgt omdat het te lang duurt. Nee, want ik heb geen gele band meer. Oh, tandjes. Ik weet niet wat jouw gele band te maken heeft met blauwe vlag en op tijd het kamp gaan. Maar... Nee, ik heb geen blauwe band. Nu wel. Maar ik rijd er zo meteen voorbij, want dan kan ik er meer ronde meer rijden. Hij gaat ook even wachten, hè, Lou? Ja, oh! Ik zit de hele ronde super traag te rijden, zodat ik jou niet inhaal. Je moet nog een rondje rijden. Ja, dat was wel mijn bedoeling, ja. Nou, ik ben wel dicht achter jou gefinis. Ja, dat is winst. Ja, net als Le Mans, hè, dat is dit weekend, hè. Ja, dat, ja. Weer een geweldige Franse Grand Prix komt ten einde en het is een welverdiende. Die ik bijna helemaal kan zien. En Bas, wat heeft vandaag het verschil gemaakt? Het is een echte heldendaad van een coureur om te racen bij zulk weer. Zaterdag moet ik werken tot 4:30, dus dan rond 5:00 zet ik de tv aan. Een geweldige race van het team. En dan op zondag moet ik beginnen om 4:15, dus dan kan ik de finish zien. En dan maandag lig ik de hele dag op bed. Nee, maandag moeten we gamen. Oh, dan lig ik de hele dag op bed. Toch slecht hoor. Hamilton, vierde. Die man kan er niks van, joh. Ja, ja. Ja, ik dacht even een race quit, maar... Ik denk dat hij niet wakker ligt van ons commentaar. Oh, daar kijkt hij altijd, hoor. Ja. Ik heb overigens een interview, dus dat weet je wel. We kunnen er wel van uitgaan dat je iedereen's verwachtingen hebt overtroffen. In hoeverre denk je dat het weer de uitkomst van Van... Ik vind het geweldig zoals je team... Bedankt voor je tijd. Graag gedaan voor mijn tijd, Claire. Nou, daar zijn we weer. Voordelen van het vak gaat u maar uitleggen, als ik niet weet hoe het werkt. Maar ja, tot zover en dan
maandag, denk ik, de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ja, ik moet even kijken hoe ik morgen zit met mijn planning. Maar anders zou ik morgen vroeg om 9 uur voor jou een uurtje vrij kunnen maken. Maar dat is wel krap aan voor jou, of niet? Oh nee hoor, dat weet ik wel. Oké, nou dan kunnen we morgen om 9 uur wel even wat doen. Ik ga er geen wekker voor zetten als je het niet zeker weet. Zet maar een wekker. Dat is goed. Dan zien we jullie morgen om 9 uur voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Doei! Houden we allemaal! Of niet, dan kan je niet hoe het werkt.